Hoor je weg met mijn nieuwe video? Abonneer je zeker even op het kanaal van Kim. Hoeveel langer je dan bent voor hem? Volgens mij elke keer dat ik jou zie ben je net 1 centimeter lang. En ik zou zeggen, wil je meer zien? Abonneer dan op het kanaal van Kim. Ja, daar gaat het dan. Subscribe to the YouTube channel and be a best. Hoi, welkom bij een nieuwe video. En in deze video neem ik jullie mee naar mijn werk. Ik werk namelijk hier zo bij de Koop in Krommenie. Nou ja, voor nu is het nog even Koop. We gaan namelijk binnenkort over naar Plus. En dat is precies waar ik het in deze video over ga hebben. Ik neem jullie helemaal mee naar het proces van dat we nu nog Koop zijn, naar de verbouwing, totdat we weer open gaan als Plus. Dus laten we naar binnen gaan, want het is het laatste weekend dat we nog open zijn als Koop. En de schappen zijn erg leeg. Dus laten we even kijken hoeveel producten we nu eigenlijk nog hebben. Want enorm veel schappen zijn dus leeg. Nou, ik sta inmiddels in de winkel en zoals je ziet zijn er overal lege schappen. Hier zo naast me, maar ook vooral het snoep- en koekvak, die gaat enorm hard. Je ziet nog wel dat we nog wat groente en fruit hebben. En we hebben ook nog wel wat brood. Nu is dat toevallig mijn afdeling waar ik vandaag werk. Dus laten we even kijken hoeveel we nog van brood hebben. Nou, zoals je ziet heb ik vanochtend nog wat croissantjes kunnen bakken. Voor de vaste klant die hier veel komt, die weet natuurlijk ongeveer waar alles staat. Ik ook. Maar ik weet ook al wat dingetjes dat gaan veranderen. Zo blijven de croissantjes hier niet staan. Die gaan veranderd worden. Maar de bakkerij blijft wel in deze hoek staan. Dus ongeveer blijft de winkel wel hetzelfde. Alleen gaan er wat dingetjes veranderen. Maar dat gaan jullie natuurlijk later weer zien als de verbouwing klaar is. Nou, ik loop nu door het koek en snoep en chipsvak. En zoals je ziet is het echt enorm leeg. Vandaag sta ik dus op de bakkerijafdeling, maar soms mag ik ook vakken vullen. En nou ja, als je dit ziet, dan wil ik gewoon weer de vakken volmaken. Dus we moeten even snel weer Plus worden. Nou, dat was het. We hebben net de deuren gesloten als Koop. Het was dus de laatste dag dat we open zijn. We gaan nu de hele winkel leeg halen en verbouwen natuurlijk. En wat speciaal is dat wij als personeel ook mogen helpen met de winkel verbouwen. Dus dan worden we echt samen de nieuwe winkel mogen we opbouwen. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk. En ik neem jullie natuurlijk ook mee hoe dat natuurlijk allemaal gaat. Nou, het is de laatste avond en inmiddels is de winkel al dicht. Dus we zijn hier nog even de laatste spullen uit de winkel aan het halen die we meenemen naar Plus. Zodat we daar natuurlijk ook nog kunnen verkopen en een beetje recyclen. Het zijn wel producten die wat langer houdbaar zijn. Zoals hier zo bij koffie gaat er heel veel mee. Dus ik ga natuurlijk ook nog even een handje helpen. Nou, dat waren de lege schappen van de Koop. Inmiddels is het 2 dagen verder en zijn we druk bezig met de verbouwingen. Zo zie je dat er nog best wel wat koopdingetjes staan, zoals de borden hier zo. Maar hier zo, bij het begin van de ingang, ligt al het plusbord. Ook zie je achter me dat de groente al helemaal verbouwd wordt en er staan overal dingetjes. Ook staan de handzelfscanners er al. Dus laten we even kijken naar de kassa's, want daar is ook een grote verandering. Nou, ik sta nu bij de servicebalie en hier komt een PostNL-punt, een lotenverkoop en de sigarettenbalie. Ook als je hulp nodig hebt met de zelfscan, kan je hier zo terecht. Laten we dan even naar de zelfscan toe lopen, want daar zijn de kassa's ook nog enorm erg, worden die verbouwd. Dus ja, zoals je ziet, overal hangen er nog snoeren. En misschien had je het al gezien, maar ik heb een groene plopkap en de muur is ook al helemaal groen. Maar als we even een stukje doorlopen, dan zie je dat er in een hoekje nog een klein beetje oranje is. Dus we zitten echt midden in de verbouwing. Alles is groen en oranje. En waar we vandaag de hele dag mee bezig zijn geweest, is de vakken vullen. Zo kan je straks, laat ik jullie zien, de flessen bijvoorbeeld. Dat is echt helemaal vol al en het gaat echt enorm snel. Nou, de hele winkel staat vol met dit soort rolcontainers. Want hier staan alle producten in die we weer terug in het schap gaan zetten. En hier zo heb je bijvoorbeeld het frisdrank. Zoals je ziet is het hier enorm erg gevuld al. En wat ook nieuw is bij Plus, is dat we digitale prijskaartjes hebben. Nou, aan de andere kant van de winkel is het echt nog een enorme puinzooi, zoals je hier zo achter me ziet. Maar wat het leuke is aan deze verbouwing is dat wij als personeel enorm veel mogen helpen. We hebben vet veel lol met elkaar. Muziek staat altijd vet hard aan, dus sorry voor de buren. Maar het is dus enorm gezellig. Nou, het is inmiddels dag 4 van de verbouwing. Dat betekent dat we precies op de helft zitten. Zoals je ziet zijn bijna alle schappen al gevuld. We zijn nu nog bezig met de koelingsschappen. Maar dat is ook alweer bijna helemaal vol. Dus het begint nu echt een plus te worden. En het voelt ook heel erg weer gezellig om zo door die volle schappen te lopen. Nou, ik sta nu bij de bakkerij. En deze is ook helemaal verbouwd. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe broodjesbak. Natuurlijk is die nog leeg. Want dat is natuurlijk elke ochtend vers. Maar hier kan je mij dus elke zaterdag vinden. Voor de rest waren we dus heel erg druk bezig met de koelingen vullen. Nou, zoals je hier ziet, ziet het er al heel netjes uit. Ook is het hier zoveel ruimer geworden, dus dat is heel erg fijn.
En voor de rest vind ik ook wel dat het assortiment van Plus veel groter is dan dat we bij Coop hadden. Dus ook heel veel verschillende soorten producten, wat ik best wel heel erg fijn vind. Nou, het is een van de laatste dagen van de verbouwing. Zijn nog even de puntjes op de i aan het zetten. Zo zijn bijvoorbeeld groente en fruit is vandaag binnengekomen. Dus zoals je ziet is het ook al meteen helemaal gevuld. En staat het al best wel vol, dus het is een stuk vrolijker vind ik ook altijd. Ook zijn de vleeswaren binnengekomen, dus laten we daar even gaan kijken. Nou, ik heb vandaag ook geholpen met de vleeskoelingen vullen. Wat ik al eerder heb gezegd is dat we gewoon veel meer aanbod hebben. Ook hebben we veel meer vegetarische vleeswaren. Dat ligt hier allemaal. En we hadden echt voorheen een vierde deel hier maar van. Maar ook van het normale vlees hebben we heel veel meer. En dat komt ook omdat we nieuwe koelingen hebben gekregen. Waardoor er dus ook meer producten in passen. Nou, het is zover. Het is de ochtend van opening. Op het moment is de winkel nog dicht. Maar zoals je ziet zijn dus alle schappen mooi gevuld. Alles is netjes klaargemaakt voor de opening. En over zo'n 10 minuutjes gaat de winkel open. Dus dat vind ik natuurlijk ook voor jullie. En het gaat enorm gezellig worden. Nou, de winkel gaat zo open. Een van de leidinggevenden gaat ook nog een speech geven. Dus dat gaan we natuurlijk ook nog even naar kijken. Ook zijn er nu allemaal loten worden er uitgedeeld. Want je kan een minuut gratis winkelen winnen. Nou ja, dat wil iedereen natuurlijk. Ze beginnen al. En ook gaan ze het lintje straks doorknippen. Dus laten we snel gaan kijken. Alle koops worden natuurlijk plus. En we zijn goed bezig om ook alle plussen weer een upgrade te geven. En dit is toevallig de 50ste plus die we hebben omgebouwd. Dus dat is sowieso al een feestje aan zich. Maar in één week tijd, je gaf al aan inderdaad, het verse paradijs is flink uitgebreid volgens mij, hè? Ja, het is echt heel groot. Kijk, en dan is aan jou, de grote eer, om een loodje te trekken. Daar gaan we. Ja, de spanning stijgt. Ik zie al trillende bakjes koffie, dat is of van de kou of van de zenuwen. Kijk, ja, roep hem maar. Nummer 61. Nummer 61! Ja! Ja! Kijk eens! Hoppa! Hatsa! Kijk eens aan! Ja! We gaan heel even controleren. Anders moet je een liedje zingen. Ja, ja, ja. 5, 4, 3, 2, 1, start! Nou, zoals je ziet, helpen de medewerkers enorm erg. Die kar moet natuurlijk zo vol mogelijk. Want ja, het is allemaal gratis natuurlijk. 10 seconden. Er zijn nog 10 seconden. Wasmiddel gaat erin natuurlijk. Koekjes. 5, 4. Snel. Ren. Nou, ik sta nu naar Simone en ze heeft net dus een minuut gratis gewinkeld. Die hele kar zit vol. Hoe vond je het? Ja, nou, een minuut is echt zo om. Het is echt één gekkenhuis. Ik heb ook geen idee wat er in de kar zit. Maar het is echt heel, heel snel gegaan. En de medewerkers hebben je enorm geholpen. Ja. Denk je dat ze een beetje goede dingen in je kar hebben gegooid? Nou, ik denk het wel hoor, zeker. En weet je, alles is meegenomen. Het is allemaal goed. Nou, de laatste paar producten worden nu nog even gescand. En dat zijn best wel dure producten, zoals wasmiddel zie ik ook staan. En op het moment is het al €440. Nou, dat is natuurlijk lekker als je dat gratis krijgt. Wat staat er onderaan het bonnetje? Ja. Wat denk je? Ja, we zagen inderdaad al meer dan 300. 446 euro en 68 cent. Ja, kijk eens! Ja. En voor wat kwam je eigenlijk? Nou, ik had een boodschappenlijstje wel gemaakt. Ja. Zit het er ook allemaal in? Ik heb geen idee. Ja. Nou, geef nog even een heel groot applaus. 5, 4, 3, 2, 1 en de plus is open! Ik zou ook zeker eventjes naar de zelfscan. Nou, de mensen die net allemaal boodschappen hebben gedaan zijn enorm positief over de nieuwe winkel. Ze vinden het heel erg fijn en vooral de zelfscan wordt veel gebruikt, want er stond een hele lange rij. Ook worden er nu allemaal taartjes uitgedeeld en dat is dan een openingstaartje omdat de winkel natuurlijk net open is. En zelf vind ik het ook echt heel mooi geworden en ben ik heel erg tevreden dat het nu plus is. Nou, de winkel is dus nu officieel geopend. Ik ben inmiddels weer omgekleed, want ik mag straks ook gaan beginnen met mijn eerste keer werken hier in de plus. Willen jullie nou op de hoogte blijven?
blijven over alles wat hier zo gebeurt. Volg ons dan even op Instagram, Facebook en TikTok. We heten overal plus Uranuslaan. Dus dan kan je natuurlijk op de hoogte blijven met wat er allemaal gebeurt hier in de winkel. En je kan hele leuke filmpjes zien van alle medewerkers. Ik wil jullie enorm bedanken om te kijken naar deze video. Dus vonden jullie het een leuke video? Doe natuurlijk zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer op het kanaal en zet natuurlijk een vet leuke reactie onder de video. Zie ik jullie in de volgende video weer. En ik ga beginnen met werken. Doeg!